is inderdaad verschrikkelijk. Ik denk, je hebt er vandaag ook weer alles aan gedaan en dan schiet ze vrij trap binnen, wat eigenlijk nog niks aan de hand is, want je moet gewoon 2 scoren nog dan. En, daar geef je zoveel inzet en creëer je ook voor rust zoveel kansen en na rust ook nog mogelijkheden en kansen en dan daar valt hij gewoon niet binnen. En, wat het dan is, thuis heb je natuurlijk al 1-0 verloren, dat was al geen goed begin, maar dan over 2 wedstrijden moet je gewoon winnen van zo'n tegenstander en dat hebben we nagelaten en dan moeten we ons denk ik wel een beetje verschamen. Ja, de verklaring is gewoon, we hebben gewoon tegen onszelf gevoetbald en we hebben niet gescoord. Je krijgt 1 kans tegen, een vrije trap notabene en dan valt eigenlijk heel het plan ineen. Nou, heel het plan was eigenlijk niet, we moesten sowieso 2 doelpunten maken om door te gaan en daar gingen we ook van uit, ook al zouden hun 1 scoren. Ja, we laten het zelf naliggen met ons scorend vermogen, onze scorend kwaliteiten. En als je niet scoort, win je ook geen wedstrijd. Dus. Er werd van tevoren best wel gehamerd op beleving, op inzet. Dat was vandaag vele malen beter dan in Eindhoven. Ja, zeker. Iedereen wou voor Europa League gaan. En dat lieten we ook blijken qua strijd en passies. Zat echt wel goed. Alleen de andere kleine dingetjes, hoe ik net al zei, we voetballen tegen onszelf. Dit is een ploeg wat in mijn ogen eigenlijk niet eens kan voetballen. Ze gaan gewoon met 10 man achterop en eentje houden voor hen, alleen maar ballen naar voren schieten. En ons ophouden, voor de rest was het gewoon voetballen tegen onszelf. Kijk, als je dan een goaltje maakt, dan ga je lekker de rust in en weet je, zij komen toch wat moeilijker de rust uit, maar dat gebeurde niet. En dan heb je nog steeds genoeg mogelijkheden, ook de tweede helft, om nog een goal te maken. En, die blijft dan ook uit en dan loopt de tijd op en dan weet je, als je er 2 moet maken, dan wordt het heel lastig op een gegeven moment. 5 minuten voor de rust krijgen jullie 3 hele grote kansen. Waren dat de sleutelmomenten dat jullie het verschil hadden kunnen maken? We hadden moeten maken op dat moment. Dat waren vooral de kans van Marco en van Davy waren een van de grootste kansen die we hebben gehad. En eigenlijk hoorde dat gewoon 100% doelpunten te zijn. Ja. Nou ja, van mijn gevoel zelf vond ik aardig de duels, die luchtduels. Dus, dan moet hij een keer goed vallen ook ertussen of ergens. En dat, een paar keer was het ook net niet. Dat zat gewoon heel erg tegen vandaag. En, al met al, wat ik al zei, we moeten gewoon winnen van zo'n tegenstander. En dan moeten we deze maar heel snel verslikken.